Dit is Westland Report, de reportagerubriek van de gemeente Westland over ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze regio. Schoolreis, sport, muziekles, het zijn allemaal dingen die bij het leven van een kind horen. Maar niet alle ouders hebben genoeg geld om deze dingen te betalen. En daarvoor heeft de gemeente Westland het kindpakket ontwikkeld. Het kindpakket komt in eerste instantie van een advies van de kinderombudsman. In Nederland hebben we een ombudsman en ook één speciaal voor kinderen. En die kijkt, wat hebben de kinderen in Nederland nou nodig? Waar zijn dingen nog te verbeteren? En die heeft een jaar of drie geleden heeft hij gesignaleerd dat er voor kinderen vaak de regelingen die er van de gemeentes en landelijk zijn niet altijd aansloten. Dan was er wel geld, maar dat kwam dan toch weer in een ander potje en het kwam niet altijd bij het kind. Terwijl het juist zo leuk is dat als je als kind zegt ik wil ergens aan meedoen, dat je dat ook kan. Een kind moet niet afhankelijk zijn van de portemonnee van de ouders om wel of niet op sportles te kunnen gaan of wel of niet muziekles te kunnen volgen. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in onze Westlandse samenleving. En daarom hebben wij dit kindpakket Westland in het leven geroepen, juist om die kinderen de gelegenheid te bieden om bijvoorbeeld te sporten of muziekles te volgen of een schoolpakket aan te schaffen. De dochter van Karin kan dankzij het kindpakket naar zwemles. Goedemiddag. En vandaag gaat ze daar kleding voor uitzoeken. Je gaat zelf naar je website, je hebt een eigen code om in te loggen. Dan klik jij aan dat je een sportkledingwaardebon nodig hebt. Dat wordt helemaal verwerkt, er wordt gevraagd welke winkel wil je dat halen, dat geef je allemaal aan. En dan komt de waardebon bij jou thuis, die wordt per post naar je toegestuurd. Die neem je mee naar de winkel die je hebt opgegeven. En dan kan je hem inleveren. En dan heb je een zwempak. Ik kan haar een zwempak geven wat ik eigenlijk normaal niet zou kunnen doen. Als ze bewijs van de volgende week zegt, mama ik wil ook op scouting op zaterdag. Prima, ga, het kan. Ja, je hoeft je kind niet meer te doen. Ik ben blij. Nou ja, eerlijk gezegd vind ik deze echt wel wat voor haar eigenlijk. En ook heel stoer. Dus ik denk dat we gewoon maar voor deze gaan, want ik vind hem echt wel heel erg leuk ook, ja. Hallo wereld, wereld, de wereld is voor mij. Er is ruimte zat, dus kom maar lekker bij. En wat ik doe, 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 doe ik samen met jou. En waar ik ga, 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 ga ik samen met jou. Hallo wereld. Ja, ja. Kinderen kunnen ook via het kindpakket op zwemles. Dat is gratis, hier bijvoorbeeld in de Boetselaar. Ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen binnen deze regio, het Westland, maar dat geldt eigenlijk voor heel Nederland, moeten kunnen leren zwemmen. En natuurlijk is dat de verantwoordelijkheid van de ouders, maar wanneer de ouders dat niet in staat zijn om die kinderen te laten zwemmen, door financieel gebrek, dan is het heel fijn dat er een mogelijkheid is om de kinderen toch te leren zwemmen. Want ja, het is in een waterrijk land als Nederland en zeker ook hier in het Westland is dat heel erg belangrijk. Bij de VND konden ouders in de winter terecht voor een winterjas en straks voor schoolspullen. We hebben ruim 100 kinderen blij kunnen maken met een winterjas. Dus nou, dat is eigenlijk voor mij boven verwachting, dat vond ik wel fantastisch. Komende zomer gaan we het schoolpakket gaan we doen. Nou ja, dan mogen kinderen voor een bedrag van €45 mogen ze dan schoolspullen uitkomen kiezen. Dat kan een agenda zijn of een rekenmachine of kafpapier. Nou ja, noem maar op, eigenlijk alles wat er op het gebied van schoolspullen te krijgen is. Zodat ze ook gewoon met de juiste uitrusting naar school kunnen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dit initiatief genomen is en dat het de mogelijkheden in ieder geval biedt voor kinderen dat ze zich inderdaad kunnen ontwikkelen en dat ze zich geen buitenbeentje hoeven te voelen ten opzichte van hun klasgenootjes en hun leeftijdsgenootjes. Aan de ene kant kost het geld, aan de andere kant levert het natuurlijk ook geld op. Zo eerlijk moet je ook zijn. En wat is dan mooier als je een bijdrage kan leveren aan het sociaal meedoen van kinderen in de maatschappij. Dat is toch eigenlijk fantastisch.
Door een bijdrage van ondernemers kunnen kinderen bijvoorbeeld een schoolpakket aanschaffen. Of een fiets aanschaffen. Of een computer aanschaffen. En datzelfde geldt voor sportverenigingen waar kinderen zich kunnen aanmelden om te sporten. Of culturele verenigingen waar kinderen zich kunnen aanmelden bijvoorbeeld voor muziekles. Ik roep dan ook al die verenigingen, al die ondernemers op. Meld je aan bij www.kindpakketwestland en doe met ons mee.